Feyenoord verliest Dick Advocaat, terwijl AZ Arne Slot ontslaat. Ajax en Vitesse verliezen allebei, maar Feyenoord en PSV kwamen slechts één puntje dichterbij. Zoals altijd zullen jullie antwoorden krijgen die jullie niet zochten en heeft Tim weer een beetje opgedoken uit de krochten. Het is weer een weekend waarin FC Emmen het onderspit delft, dus op naar een Sinterklaas-aflevering van de derde helft. Voorin hebben ze vier kooiboys. Keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet, kan B naar C en dan kan D weer op A. Zachtere voeten, zo noem ik het altijd tegen mezelf. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. Hallo luisteraars, Gijs hier. Welkom terug bij weer een aflevering van de derde helft. Vandaag zonder 8 uur wedstrijd. Voor mij is het het weekend van het jaar. Wat heerlijk dat we lekker vroeg op kunnen nemen en jullie wellicht wel wat eerder kunnen luisteren. Zoals week in week uit zit ik hier altijd met een bibberende snijboon, want in de studio is het weer behoorlijk koud. En met Tim die warm gekleed is in zijn nieuwe derde helft sweater. Heeft Sinterklaas hier gegeven, Tim? Zeker. Heel mooi. Hartstikke leuk. Vandaag aangevuld vierde man, onze eigen pinch hitter, derde helft pinch hitter, onze eigen Veerman, voormalig wonderkind van RBC Roosendaal en tegenwoordig wonderkind op Scorito, Pepijn Veerman. Gijs, hoe vaak ga je nog zeggen wonderkind van RBC? Kap daar gewoon eens mee. Voor luisteraars die intunen, wie de fuck is Pepijn Veerman? Ja, pinch hitter van de derde helft. Onder die noemer ga ik nu verder. Hij zei vandaag, ik ben zo klaar met dat voormalig wonderkind van RBC. Het is toch een voormalig wonderkind van RBC, of niet? Laten we in het midden. Pepijn, welkom terug, jongen. Ja, dankjewel. Mag ik even beginnen met een compliment aan jullie adres? Want eigenlijk is het een compliment aan Freesia. Maar ik mocht afgelopen maandag voor het eerst in de maanden weer naar kantoor. En ik zat daar te wachten op mijn collega. En die presteerde het om die ene keer dat hij naar kantoor mocht een uur te laten komen. Maar wat was nou gebeurd? Hij was derde helft aan het luisteren. En hij was zo afgeleid geraakt dat hij in de verkeerde trein is gestapt. En in één keer op Leiden Centraal stond. Ja. Dus een compliment aan jullie. Dat doen jullie met mensen. Goed zeg. Hoe heet de man? Roald. Goedje. Roald. Goedemorgen. Roald. Wel een goede trein stappen, Roald. Pas op. Let even goed op het volgende station, Tim. Vorige week hadden we triest nieuws over Maradona. Ja. Deze week triest nieuws over Frank Kramer. Het gaat niet top. Nee, Frank Kramer is overleden. Hij was misschien wel een van de eerste gasten die in de derde helft heeft gezeten. Het is een voormalig profvoetballer. Hij heeft bij Ajax gespeeld ook. En hij was ook commentator. En ik wil eventjes om hem te herinneren. Snijboon zal straks even iets vertellen hoe hij bij ons was destijds. Ik wil even een anekdote van hem delen die in de krant stond. Wat ik gewoon echt Frank Kramer ten voeten uitvond. Hij was in 1978 was hij presentator van Afro's Sportpanorama. En het was een live uitzending. En hij moest de uitzending afsluiten. Hij moest nog een berichtje voorlezen. En daarna was de uitzending klaar. Maar in zijn ogen was het een oninteressant bericht. Dus besloot Frank om iets te vertellen over zijn broer. waarvan hij zei van mijn broer was een excellente houthakker. Dat heeft hij geleerd in de Sahara. Waarop iemand aan hem vroeg: maar in de Sahara hebben ze toch geen bomen? En dat Frank zei, nee, nu niet meer. En toen liep hij weg. Ja, dat is toch geniaal. Mooi. Zo eigenzinnig. Die man is wel echt een fenomeen. Nog steeds. God hebben zijn ziel. Ook vooral bekend van zijn laatste wedstrijd op Eurosport. Ja, zeker. Ja. Dat hij, volgens mij was het de finale van de MLS Cup of iets dergelijks. Dat hij dacht dat er toch niemand keek of luisterde. Dus dat hij gewoon de hele wedstrijd gedichten ging voorlezen. Ja, niet de laatste wedstrijd voor zijn pensioen. Dat hij ontslagen werd door Eurosport. Ja, dat was een statement. Ik keek die aflevering nog even terug dat hij bij ons was. En daarin zei hij dan ook, er werd een doelpunt gemaakt door Martinez. En dan zei hij, die Martinez heeft de vervelende gewoonte om te scoren terwijl ik midden in een verhaal zit. Daar moet hij toch echt eens mee stoppen. Maar die week daarna zat hij bij ons. Ja, daarom. Dus in die week was hij bij ons te gast. En ik weet dat nog wel, want ik keek vroeger, was hij de commentator van de Afrika Cup. Dus ik heb wekenlang met Frank Kramer doorgebracht zonder dat Frank dat zelf wist. Maar die kwam bij ons binnen. En normaal gesproken praat je dan eventjes een beetje bij met een gast en zorg je ervoor dat er al enigszins een klik is voordat de microfoons aangaan. Frank die kwam binnen, die zag een lange tafel waar een krant op lag. Die hing zijn jas over een stoel heen. Die ging zitten, sloeg de krant open, keek ons amper aan en zei: roep maar als het zover is, ik lees hier de krant. Dus wij mochten de hele studio opzetten. En toen het zover was, ging die zitten. En hebben we echt heel gezellig met hem gehad. Ja, dat was heel leuk. Zeker. Ja. Mooie man. Ja, zeker. Toch raar om altijd van dit soort herinneringen dan weer over te gaan op de orde van de dag. We moeten wel, we mogen wel. 9 wedstrijdjes.
De fluit is terug. De eerste wedstrijd gaat altijd over de koploper en is dit keer verkozen tot wedstrijd van de week. Hey, ja, la, 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 la. Wedstrijd van de week, wedstrijd van de week. Wedstrijd van de week, Ajax, FC Twente, verrassend 1-2. Eigenlijk vooraf de wedstrijd een soort van kruisbestuiving van beide voorhoedes. De hele voorhoede van Twente heeft namelijk een verleden bij Ajax. En Promes en Tadic, voorhoede van Ajax, hebben ooit bij Twente gespeeld. Het was dus geen verrassing dat iemand zijn oude club pijn zou doen. Wat wel een verrassing was, is dat Quincy Menig degene was die zijn oude club pijn deed. Hij was met twee treffers en officieel het mooiste gebit uit de Eredivisie. De grote man Twente won dus zeker niet onverdiend met 1-2. Pepijn, deze nederlaag had voor Ajax niet op een beter moment kunnen komen volgens jou. Nee, ik denk dat de Ajax supporters erg balen van het gezapige spel. Maar ik denk dat het echt heel hard nodig was dat Ajax even op hun bek ging. Want het zag er eigenlijk al weken niet uit in die Eredivisie. En totaal elke vorm van spelvreugde ontbrak. Elke vorm van gochme, wat Ajax een beetje kenmerkte, ontbrak. Dus ik denk dat het gewoon goed is dat ze in eigen huis even op hun plaat gingen tegen Twente. Twente daarentegen, nou, ik krijg er helemaal warm van. En dat zegt hij altijd in de studio. Het is niet aan je te zien. Ik trek langzaam wit weg, maar ik krijg het er wel warm van. Ja. Nee, ja, die spelen ontzettend leuk voetbal. Ron Jans had wel zijn pyjama aan, maar het was zeker niet slaapverwekkend. Maar was dit ook niet een perfecte wedstrijd voor Twente? Tegen een team als Ajax dat veel ruimte achter de verdediging heeft met zo'n snelle voorste linie? Ja, maar daar zou je nog steeds moeten winnen als Ajax. Ja, heel hypothetisch om te zeggen, een wedstrijd uit bij de koploper, is dat niet de ideale wedstrijd? Nee, ja, dat je 1-0 voorkomt, dat Ajax moet komen. Dus dat je niet achterkomt. Ja, maar ook, ja, maar ze bleven ook gewoon wel gaan. Ze kwamen wel met een bepaald gochme zondes op het veld. Ze kwamen, toen het 1-1 werd, zijn ze ook gewoon doorgegaan met aanvallen. Maar ze zijn niet bang voor goede ploegen. Nee. Ze stoppen niet met opbouwen. Ze stoppen niet met risicovolle passing. Ze stoppen gewoon niet met hun eigen spel spelen op het moment dat ze tegen een op papier betere tegenstander komen. En dat siert ze echt ontzettend, vind ik. En het is goed ook voor de Eredivisie dat Ajax even een potje verliest. Ik denk wel dat het voor de spelers van Ajax tijd wordt dat er weer publiek in het stadion zit. Want ik heb gewoon het idee dat ze zich bijna niet op kunnen laden als daar niet... niet de harde kern even achter staat. Nou, ik las een onderzoek deze week waar bleek dat het thuis voordeel met of zonder publiek, dus dat het niet heel veel uitmaakt. Volgens mij ging het echt om 0, zoveel procent. Dat de kans groter was dat je punten verspeelde thuis. Het is vooral zo dat je meer... er worden minder gele kaarten uitgedeeld aan spelers van de uitploeg zonder publiek. Omdat het publiek geen druk op de scheidsrechter uitoefent. Ah, okay. Dat is wel logisch. Hè? Ja. Oh, ja. Mag ik het even hebben over Per Schuurs of niet? Best interessant. Als jij dat graag wil, dan is er zeker ruimte voor Per Schuurs. Nou, ik heb het idee dat Per Schuurs niet in vorm is. Dat. En dat hij gewoon ook niet het niveau aan kan. Maar dat heb ik wel vaker gezegd. Maar op het moment dat er geruchten komen dat een speler in de belangstelling staat van een topclub. En dat er ook een bedrag aan wordt gehangen. Namelijk Liverpool zou hem willen hebben voor 30 miljoen. Dat mensen met een hele andere blik gaan bekijken. De wedstrijd tegen Liverpool in de Champions League vond ik hem verschrikkelijk slecht spelen. Echt gewoon totale dissonant in de defensie van Ajax. En achteraf op heel veel andere mensen die er zogenaamd verstand van hebben, vonden hem heel goed spelen. Ik vond hem nu ook weer verschrikkelijk slecht spelen. Dus jij bent de enige die er verstand van heeft? Nee, maar nou ja. Jezelf. Is het daadwerkelijk interesse van Liverpool? Was het gewoon even om het jonge jongetje gek in zijn kop te maken voor zo'n Champions League wedstrijd? Ja, maar het kan toch niet dat je daar 30 miljoen voor gaat wegleggen? Nee. Absoluut, dat kan absoluut niet. Nee. Nee, dat kan echt niet. Nee. Leuke, lijkt me hele sympathieke jongen, maar je kan er geen 30 miljoen voor. Sinds ik bij Sunderland Till I Die heb gezien dat de scoutingslijst worden aangedragen waar Zlatan op staat, die op dat moment een contract ergens getekend had, verbaast scouting me nergens meer. Maar ik kan me inderdaad niet voorstellen dat er een scout van Liverpool Per Schuurs heeft zien spelen de afgelopen tijd en dacht, trek die bankrekening maar leeg. Ja, Gijs, jij hebt genoten van Roemerato ook nog. Wil je daar ook nog even? Nee, helemaal niet. Ik dacht, ik vroeg me af of je punt klaar was. Want ik wilde eigenlijk heel even naar een van die voorhoedenspelers. Mm-hmm. Kruisbestuiving. Ja. Ajax verleden, sterker nog. Staat nog onder contract bij Ajax. Geroemd Danilo. Ja. Spits van Twente. Ja. Volgens Valentijn Driessen uiteraard niet goed genoeg voor Ajax. Die vindt hem sowieso waarschijnlijk een verschrikkelijk slechte speler. Die vindt alles verschrikkelijk. Nee, precies. Hoe kijken jullie naar hem? Hoe deed hij het zaterdag? Nou ja, hij heeft ontegenzeggelijke kwaliteiten. Hij kan heel leuk een doelpunt maken. Dat is gewoon interessant. Maar als je onder de 1,80 bent, kan je niet in de spits staan, vind ik. Dus of het moet een soort 4-4-2 systeem zijn, of hij moet... Ja, maar als je Traoré bent, kan je ook eigenlijk niet in de spits staan bij Ajax. Maar bedoel je bij Ajax, of vind je dat spitsen niet korter dan 1,80 mogen zijn? Nee, ja, dat vooral. Het is een rietje fysiek gezien, maar hij is wel handig met de bal. Dus ik vind het best wel een interessante speler. Maar ik denk niet dat hij heel snel de kans gaat krijgen bij Ajax. Want op linksbuiten heb je weer net iets atletischer spelers nodig. En in de spits ook een ander type. Dus ik denk niet dat er plek is voor hem. Maar ik heb even zijn cijfers gecheckt. En hij,
hij scoort dus heel veel, ook bij Ajax. In de keukenkampioen scoorde hij iets van 20 keer in een seizoen. Hij heeft tegen Getafe ingevallen 2 jaar geleden of zo, vorig jaar. Scoorde hij ook in de Europa League, in het eerste, in zijn debuut. Dus hij kan echt wel scoren, dus dat is leuk. Ja. Maar ik zie het niet gebeuren. Ajax. Maar hoe goed moet hij dan spelen om een kans te krijgen bij Ajax? Nou ja, dit is toch het idee van een verhuurperiode en je schiet er 25 in. Maar veel meer en je kan hij terug toch niet en doen. Je krijgt gewoon een kans bij Ajax, zou ik zeggen. Ja, ik denk dat het een Botman verhaal wordt. Dus hij komt terug, heeft een goed jaar gehad en dan komt er een club uit de Bundesliga en die gaat er 10 miljoen voor betalen. Dan tekent Huntelaar nog een jaartje bij. Heel goed. We kregen ook heel veel vragen van luisteraars die van jou wilden weten, Tim. Of je nog steeds denkt dat Twente een degradatiekandidaat is. Nee, dat denk ik niet. Dus, je hebt het verkeerd. Ja. Voor deze ene keer geeft hij toe. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Ze kunnen technisch gezien nog degraderen. Dan gaan we door naar de nummer 2. Die ging op bezoek bij PEC Zwolle. Vitesse PEC werd 2-1. In het ijskoude Zwolle, waar het natuurgras volgens Snijboon op een afstandje leek op kunstgras, kwam Vitesse van een ijskoude kermis thuis. Het kwam nog wel op 1-0 voorsprong, maar deze verdween als sneeuw voor de niet schijnende zon. En mede door een domme rode kaart van flatgebouw Touré kon PEC uiteindelijk een overwinning bijschrijven nadat ze 3 keer gelijk hadden gespeeld. Het werd dus 2-1 Snijboon. Is dit de eerste tekenen dat Vitesse geen echte topploeg is? Nou, als ze er moeten staan, Remco Pasveer zei er. Heeft er ooit iemand gezegd dat Vitesse een topploeg is? Marcel van Roosmalen. Bij ons in de uitzending. Ja, dat is wel waar. Daar zijn wij toen volmondig akkoord mee gegaan, Snijbo. Ja, kijk, het is toch niet meer dan logisch dat Vitesse af en toe zo'n potje verliest. Het is alleen wel weer typisch dat ze het dan juist in het weekend doen, waarin ze de absolute winnaar van het weekend hadden kunnen zijn als ze wel hadden gewonnen. Ja. Dus dat is wel een beetje topclub eigen misschien. Nee, maar dit hoort er gewoon bij. Ze hebben gewoon spelers die af en toe niet het niveau gaan halen. Ik denk dat dat ook gewoon geaccepteerd moet worden door de Vitesse-fans. Zeker. Geen enkele paniek, toch? Lijkt mij ook niet. Nee, natuurlijk niet. Bazour en Tanane spelen af en toe 9 en zo af en toe iets minder. Bazour niet meer in oranje, nu. Nee. Zo. Nee, Freesia. Deze is voor jou. Precies. Tim, nog heel veel voor PEC Zwolle. Ja. Nathan Loonstra en Daan Vissertje willen weten of dit resultaat je mening enigszins heeft bijgedragen. Nee, zeker. Hier blijf ik zeker bij. Tot een einde der tijden. Dus je geeft maar maximaal 1 keer per uitzending je fout toe. Zeker. Van het ijskoude Zwolle naar het ook ijskoude Heerenveen. Daar speelde Heerenveen tegen PSV. Het werd 2-2. Vorige week trad Schmid aan met maar liefst 8 nieuwelingen. Deze week trad hij aan met, in mijn ogen in ieder geval, de sterkste 11. Dat zag je ook meteen in de eerste helft. PSV domineerde volledig. Had op een gegeven moment 80% balbezit. En een 100% heerlijke 1-0 van Mario Götze. De tweede helft was de tank echt volledig leeg. PSV was helemaal nergens meer. En Heerenveen draaide de score om. Tot de allerlaatste minuut. Echt een krankzinnige slot. Fase leverde toch nog een gelijkspel op. Doelpunt van Peru. 2-2, Tim. Peru. Nee, van Peru. Nee, van de hele natie. Oh, Peru tegen PSV. Ja, Peru tegen PSV. Okay. Dat is dus Joël Peru. Ja. Tim, ja. Was het een donderspeech van Johnny Jansen? Of wat is er in de rust gebeurd bij Heerenveen? Ja, ik zou het niet zo heel goed weten, Gijs. Ik denk dat het echt te maken heeft met die enge Schmid met dat pressingvoetbal. Die komt daar binnen en die heeft in no time die ploeg naar zijn hand gezet. Wat ontzettend veel energie kost. Peter Bos heeft daar veel langer voor nodig gehad bij Ajax. Ze speelden echt fantastisch. Ze speelden fantastisch. Ja. En dat doen ze eigenlijk al bij vlagen vanaf dat Schmid er is. Ja. Maar nooit een hele wedstrijd. Sterker nog, een helft. Maar wat is er met die fysiek? Hoe kunnen ze het zo nog steeds niet volhouden? Nee, maar ik denk dus dat dit nog steeds de aanpassingsperiode is van Schmid die naar PSV komt. Ja. Dit type spel is ook helemaal niet bedoeld om 90 minuten te spelen. Als je 45 minuten op deze manier speelt, 80-20 balbezit na een half uur, ja, dan moet je gewoon al zo ver voorstaan dat je die wedstrijd onder controle hebt op dat punt. Je moet al ver uit dat gevaar zijn dat die tegenstander nog terug kan komen. Want dat spel wat zij spelen in de eerste helft, dat kan je nooit 90 minuten spelen. Nee, maar 90 minuten, maar het is wel bizar om zo de kleedkamer uit te komen. Je kan zeggen, wat is er gebeurd in die kleedkamer bij Heerenveen, maar wat is er bij PSV gebeurd? Er was echt helemaal niks meer van over. En dat had niet per se alleen met fysiek te maken of alleen met dat je het niet vol kan houden. Ja, maar die metertjes, hè? Je hebt altijd die metertjes, hè? Met altijd die nerds die daar zitten en die hebben het dan over het rood. Die spelers van PSV gaan altijd het zwart in. En daarom moet volgende week staan er weer 8 nieuw aan de aftrap. Dat heeft er denk ik ook mee te maken, hoor. Maar het is gewoon, het vergt veel te veel van die gasten. Maar Pepijn, denk jij mentaal dan dat het zo is dat zij in die kleedkamer zitten en denken, holy shit, het was zo makkelijk. We kunnen ook nog 1 stapje terug doen, dan gaan we ook wel winnen vandaag. Of dat ze denken, holy fuck, we hebben zo hard gas gegeven en nog steeds staan we met 1-0 voor. Shit, dit zou wel eens fout kunnen gaan. Nou, ik denk zeker niet het eerste.
Ik weet niet wat het was, maar ik denk het niet. De eerste wat Snijbo zei, dat je als je zo makkelijk voetbalt en zo verbeterd bent, maar slechts met 1-0 voor staat, is het gevaar dat je denkt van, wow, gaat ook op 80%. Ja, dat ze dan echt al zitten van, hé, wat ga jij vanavond eten? Ja. En wat ga je morgen doen op je vrije dag? En zo. Zo'n ploeg lijkt het me niet, dat PSV. Er zitten best wel strijders in. Dus ik heb gewoon het idee dat de angst er dan misschien nog meer insluipt. Dat je denkt van, nou, dit gaan we niet nog een helft volhouden. Ja, hoe kan het nou dat? Ja. Want maar straks komen ze terug. Ik neig daar ook naar. Tim, wil jij nog heel veel over de laatste minuut hebben of niet? Och man. Ja, dat is zeker weten, Gijs. Dat is, ik was zat met jullie te kijken en het stond 1-0 voor PSV en ik zei het wordt 2-2. Uiteraard, dus ik keek er niet raar van op dat die penalty werd afgefloten. Hij geeft één keer zijn fout toe. Ja. Even compenseren. Even compenseren. Maar ik wil graag even een nieuwe regel introduceren. Wat is dit nou voor regel? Begrijp ik goed dat jij hem een bruggetje biedt naar een rubriekje en dat hij dan alsnog heel even zijn moment pakt om ze gelijk te halen? Ja, dat begrijp ik goed. Bewijst elkaar. Kan je even je mond houden? Sangaré, die probeerde de bal tegen te houden, want hij was de laatste man en hij hield hem goed tegen. Met zijn hand. Prima gekiept, met zijn hand. Hij kreeg daarvoor rood, maar dat werd geseponeerd, want het ging niet door, want het was buitenspel. Ja? Maar stel dat het wel was doorgegaan, hè? Ja. Sangaré staat achter de keeper, dan vind ik dat je met je handen mag. Ik vind dat de laatste, maar dat de keeper dan niet met zijn handen. Nee, precies. Dus de allerlaatste speler van jouw team mag met zijn handen. Okay. Dat vind ik een nieuwe... Leuke regel. Of Snijbo vindt het niet leuk zo. Nou ja, er stond nog iemand achter Sangaré, dus dat was toch wel rood geweest. Oh, dat is rood. Maar je regel staat wel. Dus ja, precies. Dus stel de laatste man. Stel je keeper is mee met de corner. Ja. Maar dan wordt het gewoon vliegende keep. Hé, hey, trouwens, even over keepers die meegaan naar corners. Hè? Iedereen die luistert. Als iemand dit weet, stuur even een berichtje. Waarom gaan keepers soms mee in de laatste minuut met de corner? En staat er dan alsnog, staan er twee verdedigers te verdedigen? Ja. Ik vind dat zo raar. Dat je uiteindelijk besloten hebt dat die keeper beter kan koppen dan zo'n verdediger. Ja. En er mag maar één van die twee verdedigers met de handen. Ja. Ik zie hier nooit iets. Ja, krankzinnig. Was dit het, Tim? Of wilde je nog wat... Nou ja, mag ik nog iets over een PSV'er zeggen? Want die Boskagli, dat vind ik heel leuk. Okay. Dat vind ik wel heel leuk. Dus dat, daar, aan dat soort jongens zie je dat vertrouwen toch wel echt helpt. En een positie waar je vaker hebt gespeeld. Want maar hij was vorig jaar linksback, was hij verschrikkelijk. Komt dan door dat hakballetje? Nee, maar hij is al echt... Het hele seizoen is hij al leuk, Snij. Maar dat hakballetje helpt zeker mee. Ja, zeker. Opportunistisch. Ja, precies. Goeie verdediger, leuk hakker. Ja, PSV komt dus ook niet heel veel dichter bij Ajax. 1 puntje, zoals in een mooie gedicht in de intro al gezegd. Nog heel even over Heerenveen. Top aankoop deze week. We onderschatten hem zomaar, Siem de Jong. Ja, 2 klaplongen in Friesland. Nou, dat gaat helemaal top zijn natuurlijk. Mag ik vragen jullie waarom? Nee. Waarom denken jullie? Waar gaat hij staan? Als die Henkie eruit gaat spelen, word ik gek. Hij kan Henk Veerman nooit uit de basis spelen. Dat dacht ik ook. Ik denk dat Siem de Jong echt een prima aanwinst is voor een club als Heerenveen om in de winters te halen. Waar gaat hij spelen? Ja, maar hij kan toch prima als pinch hitter, kan hij op 3 posities spelen. Hij kan dus zowel naast Henk Veerman gaan spelen als je meer aanvalskracht nodig hebt. Hij kan in plaats van Veerman komen als je hem rust wil geven. Het is een hele andere type speler dan volgens mij... Veel slechter namelijk. Elke speler die ze in een selectie hebben. Ja, ik vind het helemaal niet zo raar. Zullen we even een weddenschapje leggen over wedstrijdjes die gaat spelen? Die gozer is namelijk echt zo niet fit. Hoe weet je dat? Nou, hij kijkt elke dag op de toekomst, Tim. Ja, en ook in de MLS. Ik denk volg je hem ook 5 wedstrijden. Komt hij binnen de lijnen. Welke speelronde is dit? Dit was speelronde 11. Dan denk ik toch wel dat hij gewoon nog tot 13 wedstrijden komt, hoor. Ik vind het een hele rare aankoop. 9. Zullen we daarbij laten? Edwin, Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je nu voor half. Stem op eens. Oké, Edwin. Edwin, buitenspel. Dan gaan we naar het rubriekje buitenspel waarin Tim iets meeneemt over Jetro Willems. Roald, moet Roald nu overstappen? Ook wel in het rubriekje buitenspel. Perron 4. Of Tim neemt iets mee over Jetro Willems die drugs smokkelt. Of er komt iets anders van buiten de lijnen ter sprake. Dan begint welke lijnen? Bij Snijboon. Oh. Ik dacht, dit praat heel erg naar jou toe. Ik wil jullie meenemen naar de meest onaardige doelpunten maken van dit weekend. Dat is namelijk gebeurd in de wedstrijd Werder Bremen tegen Stuttgart. Het stond 1-0 voor Stuttgart. In de laatste minuut maakte de defensie van Werder Bremen zo'n zieke blunder dat de spits van Stuttgart, Silas Wamangituka, wie kent hem niet, op een leeg doel afloopt. En die legt hem zoals je vroeger wel eens deed. Als je echt dik aan het winnen was op het schoolplein. Die legt die bal op die lijn.
10 seconden later schiet hij vast de bal. Nee, niet koppen. 10 seconden daar staan, om zich heen kijken. Toen kon die keeper alsnog een beetje terugrennen. Toen schoot hij hem er zo in. Verdediger verhaal halen bij hem, die duwt hem. Hij loopt daar met zijn handen omhoog. Ik doe niks. Krijgen ze allebei geel. En dat vind ik nou laf. Ja. Had je hem rood gegeven, die doelpunt? Nee, hoezo? Het is toch compleet volgens de regels wat hij doet? Ja, ik vind ook. Alleen die verdediger moet toch geel krijgen. Het is volgens de regels, maar ontzettend provocerend. Dat is zeker waar. Ja. Ik had in Modenko niet alleen geduwd als ik die vind dat je voor provoceren wel geel mag geven. Dus ik vind dat terecht. Spelbederf vind jij het? Ja. Dat is heel niet 10 aan. Seconden. Goh, dat is lang zeg, Tim. Wat? Mijn buitenspel? Ja. Niet of je 10 seconden lang vond, maar heb je nog wat mee? Ja, zeker. Het is eindelijk gebeurd. Iedereen zag het, denk ik, vanaf dat hij van Feyenoord naar Real Madrid ging, zag dit aankomen. Royce van Drenthe is failliet. Dus deze week failliet verklaard. Door de curator in een Bredase rechtszaal, waar hij trouwens zelf niet aanwezig was. En zijn advocaat ook niet. En zijn advocaat ook niet. Is dat echt zo? Ja. Hij wist niet precies wat er gebeurde. Nee, ze waren onderweg, maar derde helft aan het luisteren in de auto. Dus zijn ze weer hebben ze de afslag genomen. Ik ken de ins en outs niet, zegt Royce van Drenthe. En ik weet niet exact wat er aan de hand is. Maar als dit is wat ik denk dat het is, dan is het niet zo belangrijk. Hij verscheen niet in de zaal. Hè? Ja. Mag ik... Heel erg. Maar als je failliet wordt verklaard en je respons is... ja, ik weet het ook allemaal niet. Dan snap ik wel beter waarom je failliet verklaard wordt. Maar hij wordt dus nu, krijgt dus nu een curator toegewezen... die al zijn inkomsten moet gaan checken. Dus ik hoop dat die curator heel veel van sieraden en drugs houdt. Pepijn, hoe lang na RBC werd jij failliet verklaard? 3,5 dag. Ja. Samen met RBC. Voordat je wegging, was dat al. Hij is voormalig wonderkind, of niet? Belachelijk dat die ook nog failliet gaan tegenwoordig. Pep, heb jij nog wat meegenomen? Ja, ik heb ook wat meegenomen. Ja, morgen vindt de loting plaats van het WK in Qatar. En kwalificatie neem ik aan, toch? Ja. En nou blijkt dat van de 22 mensen die over gestemd hebben over de outcome daarvan, dat het in Qatar gehouden zou worden, daar zitten er 15 zijn geband door de FIFA voor het leven, geschorst. Sommigen zitten vast. En zijn er ook nog enkele die zijn... Er zijn ook nog enkeling die is uitgestapt. Nee, die worden uitgeleverd naar de VS en dat zijn ze aan het aanvechten. Dus 15 van die mensen die hebben niks meer met de FIFA te maken. En eentje die is nog steeds werkzaam voor de FIFA. En die hebben 22 mensen die ervoor hebben gezorgd. Is er nog eentje werkzaam voor de FIFA. Dat is wel raar, want in principe vond iedereen het toch een ziek goed plan dat we in de winter daar gingen spelen. En dan alsnog airco's in de hoek van het veld moeten zetten, zodat het niet boven de 50 graden wordt. Gebeurt die loting ook met strandballetjes of niet? Ja, maar het is er was kritiek op dat het vanuit de KNVB te weinig op gereageerd werd. Dus wellicht kunnen ze dit meenemen om in een overweging om er toch nog wat van te zeggen. Jezus. Ja, dat nemen ze vast heel serieus in de KNVB. Sport en politiek zijn helemaal gescheiden, Gijs. Ja, echt ziek. Goed, dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Feyenoord tegen Heracles zullen we het eindelijk hebben over toch wel het verhaal van het weekend Arne Slot. Dick Advocaat kondigde eerst zijn afscheid aan. Hij houdt het voor gezien. Steven Berghuis hield het ook meteen voor gezien in de basiself. En als er fans bij deze wedstrijd mochten zijn, hadden die het ook voor gezien gehouden. Twee tandenloze ploegen tegenover elkaar leverden 1 schot op de lat op voor Feyenoord, 1 rode kaart en 1 wereldkans voor Heracles op. Snijboon, wie is er zieliger? Jurgensen of Advocaat? Ja, dat is... Kijk, Advocaat is heel zielig omdat hij Jurgensen momenteel als beste spits in zijn selectie heeft. Dat is gewoon best wel zielig. Maar Jurgensen is Jurgensen. En dat is momenteel, denk ik, nog wel zieliger. Want je ziet gewoon iemand die zo aan het vechten is met zichzelf de hele wedstrijd. Niets valt zijn kant op. Ik heb denk ik nog nooit zo'n erge vormcrisis. Ik zou niet op kunnen noemen. Zeg het niet. Normaal. Gehad of gezien? Nou, gehad. Ik denk dat Overmars, toen hij al 3 jaar gestopt was en toen nog een half jaar bij Go Ahead Eagles speelde, dat hij beter in vorm was. Ja, het is pijnlijk, hè? Hoe kom je hier bovenop? Niet. Ja. Gewoon niet, nee, gewoon stoppen met voetbal. Ik denk dat hij terug moet gaan naar Denemarken, naar Kopenhagen of zo, weet je wel. Dat is niveau nog net iets lager. Nou, daar heeft hij nog een leuke reputatie. Jawel, Gijs. Kopenhagen, ja. Nou, Nederland gaat heel goed. Maar in ieder geval een verse start, ja. Ja, even weg daar, man. Want, hij is ook alleen maar aan het zeiken op iedereen om hem heen, weet je wel. Het is gewoon echt heel zielig. En in de eerste helft neemt hij de bal echt nog hartstikke goed aan met zijn borst. Heel knap. En wil hij hem stiften in één keer. Gewoon hele rare keuzes. Ja. Maar wat moet je inderdaad als spits niet in vorm? Je komt 1-1. Ja. Het allerlaatste wat je moet doen Ogen dicht en schieten. Ja.
Pijnkant weet, want hij was wonderkind bij RBC. Dus. Okay. Ja. Voormalig, ja. Oké, dan hebben we precies 25 minuten al zitten we in de uitzending. Hebben we het nog niet over Arne Slot gehad. Maar we mogen eindelijk, Dick Advocaat heeft opgezegd. Feyenoord gaat vol voor Arne Slot. Jongens, kom er maar in. Veel vragen van luisteraars. Bink Doderer, Stefan Smakman, Koen Vlaanderen. Iedereen wil weten of het een goede keuze is van Arne. Laten we eerst even behandelen of Feyenoord de goede keuze is. Dan gaan we zo bij de wedstrijd van AZ. Gaan we het uitgebreid hebben over Max Huibers en Robert Eenhoorn. Dus nee, maar nu wil je eigenlijk weten, vanuit Feyenoord gezien is Arne Slot een goede coach. En vanuit Arne Slot gezien, ja, is Feyenoord. Laten we beginnen. Goede club. Feyenoord is geen goede club voor Arne Slot. Ik begrijp het wel, want ik snap namelijk waarom hij doet. Hij heeft vroeger als voetballer, het was een aardige speler, maar hij heeft nooit beter gehad dan Cambuur, PEC Zwolle, dat soort clubs. Als trainer, als je dan in één keer wel gevraagd wordt door een club uit de top 3, dan gaat je kale bolletje op hol. Dat weet ik wel zeker. Maar het had bij AZ zat het zo goed in elkaar. Die club heeft het echt heerlijk, heerlijk allemaal. De jeugdopleiding loopt lekker, financiën gaan goed. Het staat als een huis. Waarom zou je die stap zijwaarts zelfs schuin naar achter maken? Dat snap ik niet. Ik ben heel benieuwd wat hem beloofd is door Feyenoord. Want dan moet toch gezegd zijn van, nou, we verkopen voor 50 miljoen spelers komend jaar. Het is helemaal aan jou om te besteden. Je moet heel veel spelers verkopen trouwens. Nou ja, Senesi, met Senesi ben je al op 30, toch? Ja, een Kutsu. Dat is serieus waar. Dat is waar. Ja. Je moet heel weinig spelers verkopen, maar Feyenoord. Maar Senesi, Kutsu, dan maar zoiets moet een beloofd zijn, toch? Een soort van carte blanche. Maar nou, zelfs dan. Ik snap het ook niet. Hij heeft echt een gespreid bedje bij AZ, hè? Feyenoord is wel gewoon nog een grotere club dan AZ. Dat klopt, ja, ik denk dat hij is een redelijk jonge coach. Met echt grote ambities. Ik denk dat het afbreukrisico echt te groot is bij hem. Ja, voor hem, bij Feyenoord. Het kan een beetje echt fout een gaan, Mario Been NEC naar Feyenoord zijn achtig. Maar goed, we komen zo. En voor Feyenoord? Ja, ik vind dat, ik vind worden best beschikbare trainer. Ik vind het wel leuk. Ja, hij is niet beschikbaar. Nee, nu wel. Ja, zeker wel zo. Ja, hij was het ook wel, hè, want zijn contract liep af. Ja. Maar ja, voor Feyenoord, kijk, mensen hebben het vaak over Henk Vreese-Vrazer. Mm. Ja, Slot. Ik zou Slot meer toevertrouwen om echt een visie te toch implementeren. Toch een veel spannendere trainer. Ik heb wel veel vertrouwen. Ja, en ze moeten wel benieuwd hoe die omgaat met mannetjes. Want daar krijg je natuurlijk wel iets meer. Hij heeft natuurlijk bij AZ een beetje team gebouwd. Jonge jongens. Gewoon zo'n allemaal. Ja, zeker. Ja, een beetje dat inderdaad. Nou, maar dus, wat wel het fijn is. Volgens mij heeft Arne Slot wel een hele duidelijke visie over de jeugd. En hoe je die bij het eerste elftal moet trekken. En dat is precies waar ze bij Feyenoord Maar die is nu niet goed genoeg volgens mij bij Feyenoord, die jeugd. Nee, dus moet hij dat op gaan zetten. Over jeugd gesproken, Gijs? Willy en René van de Kerkhof. Zeker. Wie is de jongste van die twee eigenlijk? Geen idee, nee. Dat weet ze zelf ook niet. Ze weten zelf ook niet wie van de twee ze zijn. Plus dat we gewoon door jingles heen gaan tegenwoordig. Uitstekend. Tim, zeker, zeker. Wie heb je gezien? Nou, dat was een lookalike. Dat is een rubriekje. Kijk op ons Instagram. Want bij Feyenoord speelde er een jeugdspeler met roze schoenen. Want hij werkt bij Po News. Heel klein irritant verslaggevertje. Danny heette die. Hij heeft bij Po News gewerkt. En die speelde bij Feyenoord. Wil jij nou zien? Maakt hij zijn debuut van dit seizoen? Nee, volgens mij niet. Volgens mij heeft hij al eerder minuten gemaakt. Weet ik niet heel zeker. Danny trouwens wel. Danny was precies. Dat bedoel ik. Danny zeker, ja. Van Po News. Oké. Hartstikke goed. En dan hebben we het net over Feyenoord gehad. Wat is dit ook een kut? Ja, man. Jij wordt ook elke week slechter. Ja. Ja, jezus. Ik vind het ook echt een kutrubriekje. Maar we hebben het net gehad over Slot en Feyenoord. En Feyenoord voor Slot. Dan gaan we nu naar de wedstrijd van AZ. Kort tegen FC Groningen. Het werd 1-2. Slot had de deur nog niet achter zich dicht gedaan. Of AZ verliest. Ja, verwacht wordt ja, jongen. Waarom zijn je niet in het slot gegooid? Ja. Wat zei je? Ja, dat snap ik wel. Maar dat gaat wel jullie gezegd. Jezus, wat een kut. Ja, ik weet het ongezet zeker. Ja. Maar goed, hij had de deur nog niet in het slot gegooid. En AZ verliest haar hoofd. En eerste competitiewedstrijd. Koopmeiners kopte nog wel de 1-0 voorsprong binnen. Maar rode kaarten voor Mietje en Bruno Martens Indy zorgden ervoor dat Groningen de kans had om zich in de wedstrijd te vechten en de stand om te draaien. Het werd 1-2. Pijn, zou jij verkering willen hebben met AZ? Nou, ik wil nog even los op het slotverhaal. Want ik vind AZ dus echt het toxic vriendinnetje. Het jaloerse vriendinnetje met een minderwaardigheidscomplex. En jij gaat als jongen met een ander meisje praten. Verder nog niks aan de hand. En zij maakt het uit. Om maar niet gekwetst te worden. Maakt ze het snel met je uit. Dat idee heb ik een beetje bij AZ geweest. Het staat gebrek aan zelfvertrouwen. Dat ze denken, nou, dan maken wij het maar. Dan zetten wij er maar een punt achter. Behalve dat je al tegen je vriendin hebt gezegd dat je het in de zomer uit gaat maken. Dat is misschien een iets ander. Nee, maar op het moment dat eigenlijk AZ het besluit nam,
dat hij werd volgens mij van het trainingsveld zelfs afgeplukt. Toen was er eigenlijk... Geduwd schijnt, hè? Toen was er eigenlijk nog niks bekend. Max Huibers kwam met dat kettingje aanlopen wat Arne Slot ooit voor hem gekocht had. Dat trok hij door midden. Symbolisch. Maar Gijs, ja. Even Huibers en Eenhoorn, die maken door hoe zij nu handelen, vind ik van AZ een hele kleine knup. Ja, club. Dat je. Ze ja, willen dat geforceerd wel. Laten zien, kijk, ons is bij die top 4 horen. Het is heel erg onhandig dat zij, toen zij hun mening hebben uitgesproken, allebei een eierdop op hadden gezet. Dat is echt heel onhandig. Arne Slot ook, of niet? Alle drie, ja. Ja, precies. Ter ere van Arne Slot hadden ze een Calimero-ding opgezet. Ik hoorde aan één adem van Pepijn dat hij hetzelfde dacht. Nee, maar goed, Tim, maak je punt. Gijs, Slot is jaren belangrijk geweest voor die club. Hij heeft ook onder John van der Brom is hij gewoon een belangrijke schakel geweest in het opzetten van die hele organisatie. Hij praat met een club en je kan erachter staan of niet. Hè, of je het nou een goede keuze... Dat kan. Maar laat hem dan gewoon lekker nog zijn werk doen tot de zomer en laat hem dan gaan. Ik vind dit ontzettend amateuristisch. Of ga in overleg en kom... Kom samen tot de conclusie dat het niet verder gaat en breng dat op maandag naar de wedstrijd naar buiten. Ja, zo, maar dit is zo'n fucking bullshit, jongens. Die gast die gaat naar. Als er een absolute directe concurrent van AZ is in Nederland op dit moment, dan is het Feyenoord. Ja, eens. Hij heeft al gezegd dat hij opzegt. En dan ga je echt, terwijl hij nu dan in december alvast een contract tekent bij Feyenoord, nog een half jaar hem jouw club laten runnen en in de keuken. Nou, daarom, natuurlijk niet. Eruit met die gozer. Daarom kun je toch zeggen na het weekend van, nou, dit gaan we niet meer doen. Maar het was, hij moest per direct eruit, want alle geheimen van AZ lagen dan anders op straat. En... Ja, ik snap... middenweg kunnen kiezen. Dus meer in een soort van harmonie. Nu is het echt, lijkt het echt gewoon alsof ze ruzie... Hoezo zou je in harmonie uit elkaar moeten gaan met een coach die midden in het seizoen gaat praten met de grote concurrent. Al is het geen harmonie, maar nu is het toch een soort van zielig om je heen gaan slaan van heb ik jou snap daar. Ik snap wel dat ze zeggen van ja, op deze manier hoef je hier geen dag langer te werken. Dan hoef je toch ook niet een goede harmonie uit te gaan. Je bent toch als club toch veel groter als je hier niet zo moeilijk over doet, Snijbo. Nee, ben je toch gewoon chiquer. Nee, ja, maar ik vind dus niet dat het aan AZ is op dit moment om chic te zijn. Want ik vind het ook niet heel chic van... Arne dat Slot, is het ook, maar dan had jij als AZ zelf, had je toch als winnaar uit de bus kunnen komen in de beeldvorming ook. Gewoon kunnen zeggen van nou hier doen wij niet mee op maandagochtend. We hebben een gesprek aangegaan en we gaan niet meer met hem verder. Nou, ik vind het eigenlijk ook wel goed dat ze gewoon even ballen tonen en gewoon zeggen, joh, voor zulke mensen maar die op deze manier dat doen, is hier geen ruimte. Is het dan een signaal naar de spelers toe dat zij het ook echt niet moeten flikken? Als er straks een speler naar Feyenoord gaat, hoe gaan ze dat dan managen achteraf? Want dat kan gewoon gebeuren, hè? Dat er een speler van AZ... Gaan ze dan ook heel boos doen en roepen van wat een schande? Nou ja, dan zou je bijvoorbeeld tweede, wel kunnen hebben wat heel vaak gebeurt. Dat gebeurt bij alle clubs, dat spelers dan niet meer spelen. Nou ja, ik ben het niet met je eens. Dat is toch niet altijd zo? Als een speler uit zijn contract loopt en heeft een nieuwe club, dan kun je toch het seizoen afmaken? Ja, maar bij heel veel spelers gaat het ook niet op die manier. Dat is wel. En dat ligt ook aan de stap die speler maakt. Ja, ik vind het eigenlijk... Ik vind dat er wel serieus iets te zeggen is voor beide kampen. En dat er misschien ergens een middenweg gevonden had kunnen worden. Maar moet wel snel gehandeld worden. Dat gaat. Maar is het van Slot zo raar dat hij alvast naar zijn toekomst kijkt? Zijn contract zou hij niet verlengen? Ja, ik vind het wel raar dat je in gesprek gaat met een concurrent zonder dat met je beste vrienden, want zo zijn ze wel neergezet, Eenhoorn en Huibert, even zegt van jongens, jullie weten dat ik niet ga verlengen. Ik zit te denken om. Dat is toch super netjes. Ik vind dat wel, en voetbalwereld staat niet bekend om netjes zijn, maar ze hadden hier, en misschien is het onervarenheid van Slot, maar hij had hier echt wel iets beter mee om kunnen gaan als je dat niet van tevoren... Maar misschien was zijn idee dat het niet zo zou uitlekken, dat hij denk ik... Ja, eerst dan neem, maar daarmee gooi je dus je eigen politieke correctheid gelijk het raam uit. En dan vind ik dus ook niet dat je van de club vervolgens wel moet verwachten dat ze daar beter mee omgaan. Dan vind ik dat je ook gewoon als club mag zeggen, oké, dan gooien wij die deur ook dicht nu. Dat hadden ze wel mogen zeggen, maar niet op zo'n manier. Je komen niet helemaal uit, denk ik. Ik voel wel wat voor beide kanten. Ik wil het heel veel over de wedstrijd hebben. Frustraties leken op het veld ook door te schemeren. Twee keer rood. Lang niet gebeurd. Voorsprong weggegeven. Relatief kort geleden nog een aantal keer gebeurd. Maar ze verloren vandaag voor het eerst. Ik wil alleen heel veel complimenten maken aan FC Groningen. En met name aan El Messaoudi. Het is dus niet Messaoud, Tim, maar het is El Messaoudi. Zeker. Ik vind namelijk AZ kreeg rood. Je hebt heel veel wedstrijden gezien waarin de grote ploegen of de favoriet Feyenoord rood niet inslaagt. Ja. En dan de tegenstander niet inslaagt om de wedstrijd om te draaien. Hier kantelt het meteen 180 graden. Mm-hmm. Groningen, uitstekend. Moeilijke ploeg om tegen te spelen, moeilijk om te verslaan. En dit deden ze ook perfect met een mannetje meer. Uitstekend uitgespeeld. Grote klasse. Mag ik nog één ding dan zeggen over AZ wel? Want we hebben nu heel erg het soort van tactische aspect en het achter de schermen aspect behandeld. Sportief gezien is dit wel echt het allerzuurste moment waarop dit had kunnen gebeuren. Ja.
Zowel het vertrek van Slot, maar ook juist hoe deze wedstrijd dan nu weer loopt. Dus zeker in aanloop naar donderdag, waar ze moeten winnen van Rijeka om door te gaan in de Europa League. Is dit wel voor die club, kan dit wel heel jammer. Echt gevolgen. Wat dacht je voor Pascal Jansen, volgens mij heet hij toch? Arne Slot onder de zonnebank en een baard. die gaat het sowieso tot was het einde. Niet Arne Slot, denk ik. Van oh, met Sinterklaas weekend, zo'n baard. Misschien op. Moeten we een rubriekje omheen maken. Ja, misschien wel, leuk. Ja, hartstikke goed. De sfeer is weer uitstekend aan tafel. Nadat ze elkaar eerst de hersens wilden inslaan. Heel goed, dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Witte vlag is... Utrecht, ADO, iedereen is met elkaar eens. Net als Utrecht en ADO trouwens, werd gewoon netjes 1-1. Utrecht deed weer eens wat het al het hele seizoen doet. Genoeg kansen creëren en ze vervolgens missen. Maar hier en Kerk lieten weer eens zien het vizier niet op scherp te hebben. ADO lijkt de positieve energie rondom de rentree van Kiesna en de komst van Brood om te zetten in punten en snoepte. Dom Stedelingen 2 puntjes af om er zelf eentje mee te nemen. Snijboon, wat hebben ze Dalmau meegegeven in de rust, denk je? Dalmau is niet zo goed in vorm. En Utrecht heeft enorm behoefte aan een centrumspits. Dalmau mocht in de rust invallen. En die hadden ze meegegeven. Laat zien dat je er bent. Geef alles, weet je wel, zoiets. Van dit is je kans, weet je wel. 10 minuutjes. 2 keer geel. Een soort rode lap. Ja, Dalmau. Ja. 2 zulke domme overtredingen ook. Dat je echt bij die tweede zie je hem van 5 meter afstand op die ADO-speler afrennen. En gewoon een aanvallerstackle bij de middenlijn. En het was gewoon, oké, adios. Ook dat veld aflopen, daar ben je zoveel pijn. Oh man, hij krijgt al zo weinig kansen. Die is echt... Die is klaar. Dalmau is wel klaar bij Utrecht, denk ik, ondertussen. En dat is wel een groot probleem voor Utrecht. Want Mahi, die kan je denk ik wel ongeveer tot kerst volgend jaar laten voetballen voordat hij een beetje in vorm is. Hij is dus niet beter geworden door zijn buitenlandse avontuur. Maar Henk Veerman vind ik dus echt wel beter geworden bij St. Pauli. Maar hij is geld gaan ophalen in Zwitserland. Hij heeft daar niet gevoetbald, zo te zien. Nee, hij is echt een tandenloze tijger. En zijn laatste jaar bij Groningen was hij echt effectief ook. Hè? Dat was het leuke aan hem. Hij was een speler die koppelde zijn techniek aan rendement. En nu is het, hij koppelt zijn techniek. Nee, hij ontkoppelt zijn techniek. Maar hier moet toch ook gewoon in een 4-4-2 spelen als je hem in de spits zet. Anders is het toch gewoon een buitenspeler. Ja, maar hij speelt ook vandaag 4-4-2. Dus in die zin is hij wel dichter bij het juist. Ja. Dan speelt hij eigenlijk gewoon met zichzelf in de spits. Dat is eigenlijk 4-5-0. Ja. 4-5-1. 8. Met 8 man. 3. Tactisch zijn we uitstekend. Atemos. De vierde helft is het, toch? Ja, we weten niet eens dat ze met z'n 11 tegelijk op het veld staan. Kwart. De punten werden verdeeld. ADO weer een puntje erbij. Spankelend was het niet. Op zich wel prima mee te leven. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Voor de mensen die de vierde stem herkenden in deze jingle is van dat, Papijn. Ja, een voormalig wonderkind. Ja, absoluut. Van de voormalige wonderkind van RBC Roosendaal. Tim, zeg het eens. Het is te weinig over NEC gegaan. Dat is mijn clubpie op Voetbalmanager. Ja. Het weetje gaat over een oud-speler van... heeft hij trouwens wel bij NEC gespeeld? Sansoni, heeft hij bij NEC gespeeld? Nee, bij Vitesse. Nee, bij Vitesse. Ja, maar niet bij NEC ook. Nee. Maar het ging wel dus te weinig over NEC. Het gaat te weinig over NEC. We gaan het hebben over de aardse rivaal van NEC. Nee, maar Sansoni, die is bekend geworden omdat hij tegen NEC in de neus van Roy Berends had gebeten in die wedstrijd. Ja. Oké, in ieder geval. Het weetje gaat over dat hem. Dat is hoe je hem aan wilde vliegen, toch? Dit? Ja. Ja, niet echt. In 2006 maakte hij de overstap naar Vitesse. Maar in 2006, ze haalden een wereldkampioen en een Europees kampioen binnen. Gutsen. Nee, oh. Sansoni was wereldkampioen en Europees kampioen beachvoetbal. En hij zat daar in het team met Eric Cantona. Oh ja? Ja. Oh, wat leuk. Ja, dat wilde ik wel weten. Ja, dat is fantastisch. Op het strand in Arnhem kunnen ze ook nog voor de spelen. Zeker. Wie heb je dit? Van jou, Snijboon. Nee, ik heb het ook weer van iemand. Van Laurens de Rode. Ja, te veel shout-outs naar vreemden deze uitzending. Ja. Holland? Of hoe heet hij? Roald. Peter! Ja. Uitstekend. Oké, Tim, dankjewel voor het weetje dat we niet wilden weten. Dan gaan we door naar Sparta-Rotterdam tegen Emmen. 2-1. We blijven het zeggen, maar het is gewoon een vreselijke kunstgrasmat op het kasteel. Op deze mat maakte Sparta een kunstgrasgoal, kreeg het een knullige goal tegen en scoorde Haroui een wereldgoal. Zo won Sparta uiteindelijk met 2-1 en wacht FC Emmen nog altijd op haar eerste overwinning. Tim, FC Emmenback Glenn Bell kon mij helaas niet geruststellen. Kan jij dat wel doen alsjeblieft? Nee, kan ik ook niet. De supportersvereniging van FC Emmen, die heeft vlak voor het weekend een motivatie filmpje gemaakt voor de club. Want het gaat niet heel goed met FC Emmen. En dat is denk ik het allerslechtste motivatiefilmpje
dat ik ooit in mijn leven heb gezien. Het duurde ruim 2 minuten. Het was slecht gefilmd. Het waren vrouwen met kortpittige kapsels, opa's in een soort schemerdonkere keuken die wat vage zinnen uitkraamde. Ik heb 5 stukjes, heeft Dirk, ons geluidsmannetje, achter elkaar geplakt. Hij staat op het soundboard. Zonder mijn goedkeuring is dit op het soundboard. Ja, jullie weten er niks vanaf. Dus als je dit hoort, dan weet je waarom Emma waarschijnlijk Dick gaat degraderen. Mooi Dick, spelers en staf. 41 seizoen op een schitterende 12e plaats. Een thuisreeks met veel overwinningen. Kop de vuur en met record, zoals we zeggen. We willen passie, strijd en vechtlust zien. Angst is maar voor even. Speed is weer altijd. En ons eredivisieschap mag niet verloren gaan. Succes vandaag, morgen en de komende weken. Is dit gefilmd dan in een grot en dat al die mensen dan de krant van vandaag in hun handen hebben? Ja. En zeggen dat ze heel goed behandeld worden? Ja, maar ik hoor mezelf trouwens niet terug hier. Heb je die daar? Jij bent eruit geknipt. Jouw accent was te sterk. Ja. Jezus. Ja, het is heel erg. Maar dit is zo'n, hoe heet het ook weer, zo'n dat begrafenisbedrijf? Yarden? Ja, het is zo'n Yarden-reclame is dit. Ja, maar Gijs, kom op nou. Doe het dan goed. Even flitsend een minuutje knallen. Come on, Emma, let's go. Ja, yes. Met de kop naar voren. Ja, maar, okay. Wat had jij gezegd als Emma met een heel flitsend filmpje van een minuut was gekomen? Dan was het hele budget er doorheen gegaan waarschijnlijk bij Emma. Als hij rouw gewoon moeten verkopen. Ja. Hadden ze gewoon gewonnen het weekend. Ja, zeker. Nee, maar dit kan echt niet. Nee, helaas. Mooie goal van Haroui was het hoogtepunt. Voor de rest was er niet heel veel aan deze. En Scorrito Kanjer. Ja, helaas wel. Mijn vrijdagavond Gijs, naar de Galopmise, ja. Dit... Emme heeft geen slechte selectie. Nee, ja, volgende week tegen ADO, hè, ja, dat is de wedstrijd. Moet. Thuis, meen ik. Weet ik niet zeker. Maar in ieder geval tegen ADO. Ja. Ja, met de cup naar voren. Kom op nou. Als ze dat niet winnen, is het klaar hoor. Dat is niet wat ze zeggen. Met de cup naar voren, ik zeg het tegen ze. Kom op. Maar... Ja, mogen we het heel veel van Emmen hebben nog? Ja, zeker. Het middenveld is het probleem van Emmen. Er zijn te veel dezelfde soort spelers die allemaal... te goed zijn voor de bank. Dus hij moet ze opstellen. Tibbling, Peña en dan Chacon of Belmoussa. Die zijn allemaal in de bal spelende middenveld. Prima op de bank. Ja, nee, voor Tim, het ligt een beetje lastig in de groep, heb ik gehoord. Ja, maar het is gewoon te weinig aansluiting naar Michael de Leeuw, die ook niet meer de 100 meter onder de 2 minuten loopt. Dus je hebt gewoon super weinig diepgang met ook nog Jansen op maar het veld. Zet gewoon de Leeuw op 10 en Golar in de spits. Dan heb je toch wel die diepgang? Ja, maar ja, dat durft hij dus blijkbaar niet. Het is een probleem. Ik vind qua selectie hoe ze je niet zo ervoor te staan. Nee, absoluut niet. Nee. Ze zijn echt goede spelen, ja. De backs zijn goed, Kavlan en Bel. Daar zou het gevaar vandaan moeten komen. Kwam het ook in het begin van het seizoen. Steendorp, maar zit tegen het Nederlands elftal aan. Ja, tegen het Nederlands elftal Burger King eten. die mag ook niet meer opgesteld worden. Dat weet ik dus niet. Het zou heel goed kunnen. Maar goed, laat hier alsjeblieft bij laten. Hashtag no spawn. Sparta 3 punten erbij. Keurig in de middenmoot. Emmen keurig op plek 18. Dan gaan we door naar de laatste wedstrijd volgens mij van het weekend. Alweer de ene laatste wedstrijd, zie ik net. Het is RKC tegen VVV. Het werd 3-2. Zoals vaker voetbalde RKC gewoon hartstikke leuk. En zoals wel vaker kwam het op voorsprong. En zoals wel vaker gaf het deze voorsprong ook weer weg. Bij een 1-2 achterstand kreeg tegenstander VVV rood. En kon RKC het omdraaien. Na werkelijk een raket van Daniels in de bovenhoek. En het werd uiteindelijk 3-2. Het leuke voetbal was altijd leuk en aardig. Maar nu pakten ze er ook, niet geheel onbelangrijk, punten mee. Na 11 wedstrijden staat de ploeg van Vet Grim op net zoveel punten als vorig jaar na 26 wedstrijden. Pepijn, deze overwinning is schadelijker voor de Eredivisie dan de 13-0 van Ajax. Ja, want dat was volgens mij Tim's verhaal na die 13-0. Dat toch wel aangaf hoe ongelooflijk matig die Eredivisie ervoor staat. Maar ik vind als een RKC Waalwijk gewoon heel netjes mee kan draaien in de middenmoot, dan vind ik dat eigenlijk wel echt schadelijk voor de Eredivisie. Die mensen zijn voor het eerst in 2,5 jaar in vorm. Die pakken voor de maar het is niet dat ik ze 2 weken op rij punten. Komt Pepijn hier, veegt hij alsnog de vloer met ze aan. Nee, maar ik gun het ze. Ik gun het ze van harte. Maar ik vind, volgens mij had Gijs het er voor de uitzending over hoe ongelooflijk dicht die hele middenmoot bij elkaar, of die onderkant eigenlijk van de Eredivisie. Ja, dat is... Het is leuk en houdt het spannend, maar er zitten wel heel erg veel zwakke broeders nu tussen, vind ik. 6 punten tussen nummer 17 en nummer 9. Ja, ongelooflijk. Maar ze hebben eindelijk een speler waar mensen bang voor zijn in Ola John. En Tahiri was ook erg. Tahiri krijgt nu dus gewoon wat meer ruimte. Zo'n Finn Stokkers krijgt eindelijk die halve seconde meer aan de bal die hij nodig heeft om op goal te schieten. Maar het is wel ongelooflijk hoe ze ervoor... Dat ze gewoon ja, maar zij staan. Waren over die FCM-supports gesproken. RKC was dood en begraven. Ja. Ja, vorig jaar. In één keer kreeg ze van de KNVB bericht. Jullie mogen nog een lekker jaartje. Dat moet heerlijk zijn. Echt volkomen. Hoe heet die plaats ook alweer waar ze dat heilige water hebben? Lourdes. Lourdes. Als RKC in de Eredivisie blijft,
Dan gaat niemand meer naar Lourdes. Dan gaat iedereen gewoon naar het Mandenmakersstadion om daar een glas water uit de kraan te drinken. Om het pis van Fred Gisteren. Dan staat hij daar de hele dag. Fucking hard. Gewoon mensen onder te pissen. Oh, heerlijke analyse van de fantastische overwinning van RKC is dat Fred Grim iedereen gaat onderzeiken volgend seizoen. Uitstekend. Dan gaan we door naar Sittard, waar Fortuna speelde tegen Willem II. Het werd 3-2. De ploeg die nog niet had gewonnen, Fortuna, tegen een ploeg die niet meer lijkt te kunnen winnen, Willem II. Fortuna wist niet wat het overkwam en ging met 3-0 voorsprong de rust in. Ze waren zo van slag dat ze Willem II terug lieten komen tot 3-2. Met de Limburgse billetjes tegen elkaar sleepte de nieuwbakken hoofdtrainer Sjors Ulté de eerste overwinning van het seizoen binnen. Tim, zou jij die job nog accepteren als je Sjors was geweest? Nee. Hij is nu officieel weer hoofdtrainer van Fortuna. Nee, dit is zo ongelooflijk raar beleid van Fortuna Sittard. Vorig jaar hadden ze feitelijk twee trainers. Namelijk Sjors Ulté was al hoofdtrainer met Kevin Hofland. Toen moesten ze kiezen, want volgens KNVB-reglementen mag je niet twee trainers hebben. Kozen ze de verkeerde. Die gooiden ze er heel snel uit. Er was ook wel verwarring, hè? Allebei weinig haar. Ja, nee, precies. Maar Hofland had zijn diploma's gewoon nog niet, toch? Dus die mocht op papier niet hoofdcoach zijn. Die is nu, heeft ze nu wel gehaald, trouwens. Ja. Ja, net als te laat. Matige timing. Het bleek dus dat Ulté wel een betere trainer is dan die Hofland. Dus hebben ze verkeerde gekozen. En nu is Sjors Ulté trainer met, hoe heet die gozer? Hoe heet die assistent van hem? Robbie Alflen. Ja, die was bij Utrecht, heeft hij bijna kapot gemaakt toen. Bij Helmond Sport was Alflen hoofdtrainer en Ulté zijn assistent. Oh ja? Dus Ulté heeft echt alle functies gehad. Maar ja, nee. Een roulette daar een beetje in het zuiden. Maar al die tijd dachten ze dat het vervelend was dat Ulté naast Hofland moest zitten. Maar al die tijd bleek dat Hofland capabel leek omdat Ulté naast hem zat. Ja. Zo lijkt het, ja. Ja. Maar ja, Tim, jij zou hem dus niet accepteren. Als iemand dan terugkomt en zegt, sorry Tim, ik heb het verkeerd gezien. We hadden jou toch aan moeten stellen. Dus wat denk je dat ik zou zeggen? Ik ga meteen akkoord. Nee, zeker niet. Ga ik zeker niet doen. Alleen als Robbie Alflen meegaat, zou jij zeggen. Ja, ja, zeker, ja. Oké. Okay. Fortuna Sittard won wel voor het eerst Willem II. Jezus, ja. Wat is daar in godsnaam aan de hand? Ik vind Emmen en Willem II echt de teleurstellingen tot nu toe. Ja, dat is. Er zijn zoveel clubs blij met hoe het nu bij Willem II gaat. Er liggen daar straks zulke goede spelers voor het oprapen. Ja. En voor een prikkie. Die Pavlidis, die gaat niks meer opbrengen. Maar ga je ervan uit dat ze degraderen dan? Nee, maar zelfs al worden ze vijftiende. Ja. Dan zeggen toch alsnog Tresor en Pavlidis, joh, ik ga hier echt niet meer blijven nu. Dat sprookje van die generatie is voorbij. Ja, nee, zeker. Is ook wel zo. Goeie samenvatting, Tim. Willem II en Fortuna vallen tegen. Willem II en Emmen vallen tegen Fortuna. Gefeliciteerd. Hallo fans, wie gaat er zinnen? Hier is Tom. Zoals altijd leidt Tom Beugelsdijk onze fan-talk gedeelte van de aflevering in, waarin fans of luisteraars of allebei vragen in kunnen sturen voor ons aan tafel. Pepijn, beginnen bij jou. Thomas laagstreepje 0487 wil weten welke speler er niks van Sinterklaas krijgt omdat hij stout is geweest. Ja, dan zou ik Michiel Kramer zeggen. Die hoort gewoon nooit iets van Sinterklaas te krijgen. Volgens jou mag hij nooit iets van Sinterklaas krijgen. Nee, nou, hij was een beetje raar bezig naar dat doelpunt. Ik weet niet, als daarvoor ook al. Ja, daarvoor. En toen deed hij dat daarna. Al jaren eigenlijk. Ja. Ja. Echt een hele rare man. Ja. Ja, dus al jaren vreemd bezig. Michiel Kramer krijgt niks dit jaar. Oké, bij deze Michiel. Sorry. Tim, DJ Souza, -11, wil weten of de uitzending iets langer kan. Want hij heeft een dubbele dienst op maand. Vandaag, nu. Wat doet hij voor werk dan? Nou, geen idee. Hij zegt dubbele dienst. DJ. Maakt dat uit? Scheidsrechter. Of die wat langer kan. Ja, dus Steek van Wal, heb je nog wat te melden? Nou, die Michiel Kramer is wel een hele enge man, hoor. Want dat is iemand die... als je interviews ziet, is een hele lieve gast, hè? Ja. En, maar op het veld is het echt een eikel gewoon. Ja, dat vind ik heel eng. Ja, voor de rest kan ik het niet langer maken voor Souza. Nou ja, toch 15 seconden extra, Souza. Gefeliciteerd. Snijboon, Menno Pennings wil weten hoe het met de dames gaat. Niet om het een of het ander. Doordat de inhoudelijke vragen zijn voor mij bewaard dus. kijk. Heeft Menno interesse? Ik heb te maken met ernstige tegenslag in mijn leven. Want ik word verlaten door Tim binnenkort. Zeker. Maar die vliegt uit. Oh, dus zo bedoel je, oké. Waarschijnlijk gaat met Tims vriendin vanaf januari ontzettend slecht. Ja. Pep, hoe gaat het met jouw dame? Ja, top. Ja? Eigenlijk. Voormalig wonderkind ook. Nog steeds. Dat is nog steeds een wonderkind. Jij duikt wel een beetje weg voor de stelling van Snijboom. De minst succesvolle golddigger ooit is waarschijnlijk een van mij. Naast de vriendin van Royce en Drenthe. Wat wil je over Snijboom zeggen dan? Nee, niks. Maar jij ik ga heel samen, snel nee, ik ga samen wonen, ja. Oh, maar, je spreekt het zomaar uit. Ja, maar leuk. Ik gooi dan mijn glazen in voor al die vrouwelijke luisteraars. Dus vind ik het toch wel jammer. Degene die kamer schoonmaakt. Maar er komt een kamertje vrij dus voor die vrouwelijke luisteraars. Of niet? Of is de kamer... Nee, want dat huis wordt verbouwd, Snijman. Oh, zeker. Dan heb ik niks gezegd. Kunnen nog even doorgaan voor Souza. Ja.
Ik zat te kijken. Volgens mij kan je podcast ook langzamer luisteren op Spotify. Misschien is dat de oplossing. Ja, goed idee. Soes, als je dit dan langzaam... Goed, daar gaan we. Laatste rubriekje. Scorrito, altijd favoriet rubriekje van Tim. Toch heel even bedanken voor het meedoen. Snijboon is het vergeten. Tim was vergeten. Ik ben het vergeten. Pepijn heeft het goed. Hè, zeker niet vergeten. Ja, als je in de top meedraait, dan ben je toch wat gefocust. Precies. Jij houdt de eer van de derde helft hoog. Maar Sjoerd M. heeft dit weekend gewonnen met 749 punten. Dat is een laagte record, maar wel gefeliciteerd. Ja, maar wat voor weekend ook dit, hè? Ja. Ongelooflijk. Krankzinnig. Goed weekend om je team te vergeten, Snijboon. Volgende week weer met frisse tegenzin die opstelling maken, hè, jongen. Kom. Ja, ik ga het morgen gelijk doen. Maar dit is wel heel lekker dat het gewoon even geen 8 uur wedstrijd was, hè? Ja, heerlijk, hè? Top. Toch? Och, ja. Wat lekker. Hoe koud was het dan geweest hier? Als die nacht was gevallen. Ja, niet normaal. Oké, jongens, we gaan het niet verder rekken voor Sousa. Het zit erop. Volgende week zitten we hier weer. Helaas wel met een 8 uur wedstrijd. Dus neem je wanten en dikke jas mee. Dan is het extra koud hier. Misschien wel met de gast. Wie weet, tot die tijd kunnen jullie ons volgen op... nou, eigenlijk van alles en nog wat. Instagram, Twitter, YouTube. Probeer gewoon voetbalmanager. Koop het. Ja, vernachel je dagelijks leven, zou ik bijna willen zeggen. Snijboon, dankjewel voor het aanschuiven. Gijs, we hebben trouwens... woensdag voetbalmanager filmpje over of de keuze van Arne Slot goed uitpakt. Oh, leuk. Okay. Kijk er naar uit. Ja. Heerlijk geïnstrueerd, Tim. Dankjewel voor je laatste toevoeging. Dankjewel. Dat je weer aanschuift. Pepijn. Ja, ik vond het gezellig. Ik hoop dat Roald morgen wel op tijd is. Dan sluiten wij bij deze af. Vandaag. Ja, okay. Morgen. Maar ook morgen ook. Ja. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Hey, jij daar, met je dikke jopen. Heb je al een YouTube-abonnement voor de derde helft? Nee, het geeft last van zijn mond. Daar hield ik wel van. Nou, volgens mij vond ze dat wel leuk, ja. Ik weet zelf ook dat ik dikke tieten heb, ja.